Goedendag, welkom bij Ron Reizen. Vandaag hebben we te gast oud-radio-dj, ondernemer, investeerder, platenbaas zelfs. Nou, wat doe je nog meer? Het is heel veel, hè? Nou, Erik de Zwart. Tegenwoordig in de reizen ook, dus vandaar dat ik even aanschuif. Dankjewel voor je uitnodiging. Heel leuk. Gezellig, Erik, dat je er bent. Als je over jou praat, dan zijn er twee grote liefdes in jouw leven. En dat was radiomaken en het andere was treinen. Treinen. Altijd, ja. Hè? Ja. Is altijd zo geweest. Waar komt die liefde vandaan? Ja, dat gaat heel lang terug naar mijn jeugd. Een oom van mijn moeder, een broer van mijn moeder, die woonde nog thuis. Die had een Märklinbaan op zolder. En als klein Erikje zat ik daarboven natuurlijk. Iedere dag dat ik daar was, zat ik te kijken naar die kleine mini-wereld eigenlijk. Ja. En toen ik 6 was, toen ging ik met mijn ouders voor het eerst op vakantie naar Zwitserland. Voor het eerst naar het buitenland. En dan gingen we naar Zwitserland. Naar het dorpje Langwies. Corrie Vonk en Wim Kan, die hadden daar een huisje. En Corrie Vonk was de zus van mijn oma. En dan mochten wij daar in de zomer 3 weken naartoe. Nou, heerlijk. Dat was echt op reis gaan, hè, met zo'n kever. 2 dagen lang, overnacht in Duitsland. Helemaal volgepakt. Ja. En kartoffelen meenemen, hè, natuurlijk. En we hadden een prachtig uitzicht. En dat was op het Langwieser viaduct. En daar ieder uur reed daar een rood treintje overheen. En zo is het eigenlijk ook wel een beetje gekomen. Dat is deze trein, hè, die we zien daar. Ja, dat zijn hele beroemde treinen in Zwitserland. Hè? Ja, het is de Rhetische baan, rijdt in Graubünden. Ja. Is ooit opgezet overigens dat traject waar ze rijden door een Nederlander. Willem-Jan Holsboer, die wilde niet meer in de postkoets zitten. Maar die wilde wel zijn vrouw, die had een longaandoening, brengen naar Davos. En daar heeft hij ook het eerste sanatorium heeft hij daar gesticht. En om daar te komen heeft hij ook de eerste spoorbaan in dat kanton mogelijk gemaakt. In 1889. Zo. Hey, en je krijgt dan plotseling zo'n enorme fascinatie voor die treinen en zo. En dat heeft zich eigenlijk je hele leven voortgezet dus. Ja, nou uiteindelijk toen ik een jaar of 12, 13 werd, toen werden de plaatjes draaien en de mengpaneeltjes werden veel belangrijker natuurlijk dan de treintjes. Dus toen gingen de treintjes tijdelijk de deur uit. En toen ik bij Veronica Nederland Muziekland deed, toen ben ik uiteindelijk via Herman van Boeien van de groep Vitesse. Ben ik weer op het treinspoor gezet. Hij had voor zijn zoontje had hij wat grotere treinen. Een beetje wat Durodamspoor had hij gekocht. Dat heb ik overgenomen, want dat jongetje dat speelde niet mee. En op 3 hoog achter op de Rozengracht in Amsterdam was het ook geen doel natuurlijk om daarmee te spelen. Dat rijdt nu inmiddels in mijn tuin al 35 jaar. Ja. En dat is in het klein. En nu ik een beetje gestopt ben met de radio en de televisie, heb ik eigenlijk weer toch een nieuwe hobby kunnen opvatten. Dat is reizen, wat ik ook altijd graag gedaan heb. Ja. En nog heel graag wil gaan doen. Ja. En dat ga ik een beetje combineren in een platform. Dat heet 24trains.tv. En dan gaan we 24 uur per dag, 7 dagen in de week, alles over luxe treinreizen vertellen. Ja, fantastisch. En dan ga je natuurlijk weer terug naar Zwitserland, hè? We zijn vorig jaar voor het eerst geweest. Dat was de eerste film die ik heb mogen maken. Dat is een van de films die we gaan laten zien op 24trains.tv. En dat was inderdaad de Cura Rosa-baan, waar het voor mij ook allemaal een beetje begon, de treinenliefde. Ja. Nou begrijp ik dat bij die Rhetische baan en zo heb je ook hele speciale wagons, helemaal van glas en zo. Dat noem je panorama-rijtuigen. En daardoor kan je eigenlijk nog veel beter kijken naar de bergen. Want juist in Zwitserland natuurlijk is het belangrijk dat je ook af en toe een beetje omhoog kijkt. Dat je die bergtoppen ziet. En door die panoramarijtuigen kun je inderdaad een soort een totaal overview heb je van de dalen eigenlijk. En van de bergtoppen. Of er sneeuw ligt of niet. Ja, prachtig. Het is echt een belevenis om daar met de trein doorheen te gaan. Dat zou iedereen dus eigenlijk wel willen aanraden. Ja, ik wil niet dringend zijn, maar het zou wel leuk zijn. Ja. Nee, maar ik kan het echt iedereen aanraden. Maar goed, voor jou is het een oude liefde. Want daar is het voor jou ooit mee begonnen. Maar dit is ook echt wel een van de mooiste sporen ter wereld, als ik het zo moet noemen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Zwitserland sowieso, dat is vanwege natuurlijk het feit dat je zoveel bergen hebt daar. Ze hebben ooit een keer de moeite genomen, en dat was veel moeite, om die treintrajecten aan te leggen. En eigenlijk kunnen die treintrajecten tot op de dag van vandaag nog steeds heel goed concurreren met de auto. En dat klinkt raar, maar het is wel zo. Het duurt eigenlijk net zo lang om met de auto boven op zo'n berg te komen als met de trein. En daardoor bestaat het allebei eigenlijk daar nog. Wij hebben hier alle lokaal spoorwegen zo'n beetje de deur uit gedaan in Nederland. En nu gaan we ze voor 20 keer zoveel geld gaan we ze weer opnieuw bouwen natuurlijk. Ja. Maar daar zijn ze zuinig. En Zwitsers zijn sowieso zuinig op de spullen. Zeker. Er is ook een post... trein of niet? Daar is dat. Nou, daar, je hebt eigenlijk, nee, dat is meer een autobus. De postbus is dat. Oh, oké. Okay, ik dacht dat het ook per trein ging. Iedere Zwitser die heeft echt de garantie dat hij de post bezorgd krijgt. Ja, ja. En dat maakt niet uit hoe ze dat doen. Dat doen ze met de trein. Wordt de post nog steeds daar rondgebracht. Hier in Nederland al lang niet meer. Maar ook met de postbus. Ja.
En jullie gaan daar weer naar terug. Je bent er al geweest, zeg je. Wat is jullie volgende traject? Wat jullie gaan, we hebben de Bernina Express ook gedaan, ook in Graubünden. Ja. En nu gaan we het wat meer ook buiten Zwitserland zoeken. Op ons langlijstje staat nog de Royal Scotsman. Dat is een prachtige luxe trein die van Londen naar het noorden gaat. Ja. En ook in Schotland rondrijdt. Dan heb je in Ierland heb je nog een prachtige trein waar je mee kan. De Royal Mountaineer, de Rocky Mountaineer moet ik zeggen. In Canada is dat een hele mooie. Ja, er is eigenlijk te veel om op te noemen. Ja, en, kan me voorstellen. Voorlopig ben ik wel even onder de pannen. Dat denk ik ook. Maar voorlopig ben je sowieso hier nog even onder de pannen. Want ik ben heel benieuwd waar je ons morgen mee naartoe neemt. Bedankt voor het kijken en graag weer tot morgen.